Hallo en welkom bij een nieuwe video workshop van kliksmagazine. Ik ben Bart Gooses en ik heb het vandaag over podcasten. Nu, radio maken vind, heb ik altijd enorm tof gevonden. Het uh, enige probleem was de hardware die je nodig had zat in dure studio's. Nu is die hardware stilaan, geëvolueerd naar software. En ook in de professionele studios zie je nauwelijks nog cd-spelers, maar een soort iTunes. Um, er uh, waren vroeger. Uh, Telefoonbridges waren om uh, je telefoongesprek op een mengpaneel te krijgen. Zijn dat nu, uh, ja, gebeurt dat nu via Skype of via een software telefoonapplicatie? En de jingles die zitten natuurlijk ook gewoon in een computer. Nu, het leuke is, je kunt eigenlijk een studio met je Mac nabouwen. Laten we beginnen bij het mengpaneel. Daar heb je nog wel wat hardware voor nodig, maar dat is het enige. De, de andere elementen. Inclusief de, het mixen gebeurt softwarematig. Dus de hardware: we hebben hier een mengpaneel dat gekoppeld is aan een audio-interface. Die audio-interface is nodig, want die koppelt jouw microfoon aan je computer. De audio-interface die ik gebruik is een Focusrite Sapphire 24 DSP. Nu. Um, het leuke aan deze uh, hardware is dat je uh, voor een laag prijsje eigenlijk meteen een compressor erbij krijgt. Uh, die uh, zorgt er eigenlijk voor dat je stem gelijkmatig klinkt, wat je ook doet. Of je nu luider praat of stiller praat, het zal. Een beetje gecompenseerd worden. Ik ga hem even afzetten, dan zie je ongeveer wat er gebeurt. Het uh, duurt even voordat het uh, misschien werkt. Dus het klinkt iets zwakker. Nu het valt nog mee. Hè? Maar als je die compressor terug aanzet, dan krijg je toch een heel ander effect, een beetje meer radiogeniek. Um, wat zit er nog op? Echo. In elke studio zitten ze een beetje echo op je stem. Maar als je goed hoort, hoor je het hier ook al. Je kan dat extremer maken, dan klinkt het alsof dat ik in de badkamer aan het uh, opnemen ben. Maar dus zo klinkt het uh, fijn in de oren. Voilà, dat voor de microfoon. Verder hebben we ook uh, muziek uit iTunes. Voilà. En uh, we hebben ook jingletjes. Uh, die zitten hier in het programma Soundboard. Um, het uh, programma eh, kan uh, ervoor zorgen dat je via een toetsencombinatie of één toets snel een jingle kan starten. En een jingle gebruik je om je radioprogramma bijvoorbeeld te starten. Uh, bijvoorbeeld uh, de G Radio Taalblad. Dat is bijvoorbeeld een uh, jingeltje dat we gebruiken voor uh, de podcast van taalblad.be. Dat is een uh, website voor mensen die Nederlands leren waar ik aan meewerk. Tot zover de reclame, uh, we gaan de elementen gewoon stuk voor stuk bekijken, want het leuke is dat er een programma is, namelijk Audio Hijack Pro, dat al die softwarebronnen van geluid bij elkaar brengt en mixt. En hier is hij dan, Audio Hijack Pro, even ingezoomd. Belangrijkste tabblad is effects, daar komen we zo meteen op terug. Eerst moet je een nieuwe hijack aanmaken, dat doe je door hier op het plusje te klikken krijg je een nieuwe uh, bron, maar dat gaan we nu niet doen. Uh, we hebben eigenlijk hier al uh, iets klaargemaakt. Uh, Hijack staat al aan uh, hier, maar dat komt omdat je anders geen audio zou horen. Bij tablet input moet je zijn input device is je microfoon. Waar die ook hangt. Als je een USB microfoon hebt, bijvoorbeeld die Samsung Meteor USB, dan uh, vul je die hier in. Als je een headset hebt, vul je die hier in. En bij ons is dat Sapphire. Dat is onze uh, uh, zeg maar audio interface die zowel zorgt voor inkomend als uitgaand geluid. En even verder naar Recording. Uh, audio Hijack Pro neemt jouw uh, mix ook op en dat gebeurt hier. Je zet het op cd-kwaliteit, dat is een groot bestand dat je als resultaat zal krijgen, maar achteraf kan je dat verkleinen om op internet te publiceren via GarageBand. We gaan naar effects, dat is het belangrijkste tabblad. Wat gaan we doen? Uh, in Effects komt het geluid binnen, hier links, dat is je microfoongeluid, en daar gebeurt van alles mee. Als je aan de rechterkant uh, komt, is dat helemaal gemixt met andere bronnen. Welke bronnen? Application Mixer zorgt dat je uh, een aantal bronnen samen kunt brengen. Zoals je merkt, uh, je kunt een, een blokje toevoegen door hier op uh, uh, Add Effect. Ik ga het hier even van onder doen. Voor FX Effect en een Application Mixer. Voilà. En dan uh, kan je hier je applicatie kiezen. Uh, een applicatie zoals QuickTime kan er natuurlijk ook bij. Hier staat die. Quicktime. Choose. Voilà. De blokjes die ik hier heb uh, geactiveerd zijn Google Chrome als je YouTube filmpjes wil laten beluisteren. Uh, iTunes om muziek te laten horen en te sotten. de belangrijkste is soundboards en soundboard zorgt ervoor dat de er ermee doorkomen voilà dus uh, die hebben we al ik zet even de andere droog bij iTunes ja en dan moet je er natuurlijk voor zorgen dat je audio die je hier geproduceerd hebt namelijk de microfoongeluiden en de applicaties die je erin mixt, dat die ook in uh, de oortjes terechtkomen van de Skype mensen die je hebt ingebeld. Hoe doe je dat? Door het geluid dat hier uh, komt via een auxiliary device output aan te sluiten. En dat doe je, denk maar aan het gaatje in, uh, in de AUX-uitgang, zeg maar, hè, op een versterker. Uh, die zit hier dus ook. Uh, wat doen we? We gaan die. Hier even aanklikken, de editor aanklikken. En dan zie je dat het naar uh, output, naar Soundflower gaat. Uh, Soundflower is een uh, programmaatje uh, dat uh, uh, geluid van de ene applicatie naar de andere kan brengen. In dit geval van Audio Hijack Pro naar Skype. Ja, en nu missen we natuurlijk nog één element, namelijk uh, Skype zelf. Hè, want het geluid dat van Skype komt, moet natuurlijk ook opgenomen worden. De mensen die spreken... Uh, aan de andere kant van de lijn. Die uh, zit ook graag mee in de podcast. Hoe doe je dat? Uh, nog een application mixer uh, toe te voegen. En uh, hier vullen we Skype in. Hier is iets bijzonders aan de hand. Uh, je moet op Advanced klikken. Dan krijg je dit uh, tabblad of uh, dialoogvenster. En daar kies je Megamix mode. Kijk, both channel staat hier ingevuld. En hier staat mute ingevuld. Uh, dat is van belang. Neem dat gewoon zo over. Voilà. Om alles in werking te zetten, moet je alles hijacken. Eh, zoals je ziet heb ik dat al gedaan. Maar in principe begin je op deze manier. Allemaal hijack knopjes hier beneden. Je zet die gewoon allemaal aan. Tak. Tak. En tak. En vergeet tenslotte ook niet de grote hijack knop in te drukken. En hier eh, op record. Je opname te starten en dan kunnen we radio gaan maken. Hoe gaan we dat doen? We gaan gewoon een plaatje starten. Hè? Uh, ik zet hem hier even klaar op het einde van de uh, delay uh, van uh, Intergalactic Lovers. Voilà. Ik ga mijn jingles erbij. Ik ga de X drukken. Het gaat. Ik zet hem in een Radio Taalblad. Radio voor wie Nederlands leert. Radio Taalblad. Voilà, en zo zijn we dus eigenlijk radio aan het maken met uh, Jingles en al. We gaan even kijken wat het geeft als je inbelt in Skype. Wel naar de testservice. Hello. Welcome to Skype Core Testing Service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you. Ja, voila. Onze stem wordt opgenomen. De iTunes muziek, hier zit ze, en eventueel ook een jingletje. Dan gaan we even kijken. Radio Taalblad. Onze stem wordt opgenomen. De iTunes muziek, hier zit ze, en eventueel ook een jingletje. Dan gaan we even kijken. Radio Taalblad. If you are able to hear your own voice, then you have configured Skype correctly. Voilà, je hebt het gehoord. Skype kon alles horen wat er zich afspeelde op onze computer met de jingles en de mix. Voilà, ik heb er even GarageBand bij gehaald. Ik heb de track er al in gesleept. En wat zien we hier? Dat je ook nog uh, de aanpassingen kunt doen. om de stem een beetje uh, te vervormen of te verbeteren. Kijk, uh, de opname klinkt zo. Je opname te starten. En dan kunnen we radio gaan maken. En als je gaan het, we dat doen? We gaan gewoon een plaatje hier starten. Hier klinkt het heen? nog weer anders. Uh, ik zet hem hier even klaar. Hier Op krijg je nog een beetje meer van compressie. Van, uh, delay. Uh, en van, zo klinkt dat uh, dus. Inderdaad. Voilà, heel veel plezier met podcasten Goeie. en uh, tot een Goeie. volgende keer. Gaan we jingles erbij?